Hi, ik ben Rodenburg en vandaag wil ik even praten over de nieuwste alt van Sommaire, de Sommaire Supreme, die ik hier naast me heb opgeschoten. En dit is mijn eigen Supreme. Ik heb deze ongeveer een half jaar geleden gekocht en ik wilde er goed op ingespeeld zijn voordat ik er wat over ging vertellen. Dus vandaar dat ik er een beetje laat mee ben, maar het is ik vind dat belangrijk als je iets zegt over een instrument, dat je mening goed onderbouwd kan worden door je ervaring met het instrument. Dus ik heb even een half jaar te gewacht, maar ik ben er nog steeds ontzettend blij mee. Met name wat ik fijn vind aan het instrument is de weerstand met spelen is heel open. Het is heel vrij spelen. De boring is wat groter dan de voorgaande modellen, heb ik me laten vertellen. En ik vind dat heel comfortabel. Het speelt eigenlijk, je kan al je lucht erin kwijt. En als je weerstand nodig hebt, met name als je bijvoorbeeld wat zachter wil spelen, dan is die weerstand ook weer niet te weinig of zo. Het is echt precies goed. Het is heel comfortabel spelen. Maar als je wil gas geven bijvoorbeeld, dan heb je echt nul weerstand. Alles gaat er in één keer doorheen qua lucht. Dus dat is heel fijn. Wat moet ik zeggen? Hij ziet er ook fantastisch uit. De kleur is doet een beetje denken aan de Reference, maar hij is wat minder donker. Hij is wat minder bruin, zeg maar. Ik vind het een beetje een honingachtige kleur. Wat wel een beetje doet denken aan een oude Sommaire. Dus dat is ook heel mooi. Mensen vinden die kleur over het algemeen super mooi. Als we het toch over het uiterlijk hebben. De gravure is echt ontzettend uitgebreid en ontzettend mooi. De elementen die ze hebben gebruikt, dat zijn bijvoorbeeld de blokelementen die je hier ziet. En dat is de metaalstructuur als je die onder de microscoop zou zien. Ook de flora zijn ze ook niet vergeten, want dat zijn we natuurlijk van Sommaire vooral gewend. Dat je veel bloemachtige motieven ziet en die hebben ze nog steeds hier ingelaten. En de gravure gaat ook helemaal door over de hele body. Zelfs vlak bij de nek heb je ook nog gravering. Dus dat is heel mooi, is heel uitgebreid. Wat nog meer? Er is eigenlijk heel veel om over te babbelen. Een paar dingen wil ik het graag over hebben. Dan begin ik bovenaan. De nekschroef hebben ze veranderd. En wat is er nou veranderd aan? Je hebt niet meer een harpje, een punt waar je een harpje in kan doen. Maar wat hier wel ontzettend mooi aan is, op deze manier, als je hem aandraait, draai je hem eigenlijk vanaf alle kanten rond, draai je hem zo strak. Met de vorige methode draai je hem eigenlijk alleen maar aan de voorkant dicht. Waardoor je soms kon hebben dat hij ging lekken aan deze kant. Wat natuurlijk zorgt voor moeilijker spelen, meer luchtweerstand. En de lage noten komen nog een stuk moeilijker uit. En op deze manier heb je veel minder last daarvan. Dus dat is heel, heel tof. Ook hebben ze hier een SIS-mechaniek, net als in de serie 3. En dat zorgt ervoor dat de hoge SIS meer in tune is. Dat die over het algemeen is een hoge SIS op een alt-saxofoon, op iedere saxofoon eigenlijk, een beetje aan de hoge kant. Op deze manier is hij net even wat meer in tune. Dus dat is ook heel top. Verder naar beneden komen we bij de viesklep. Dat is deze klep. En daar hebben ze ook een stelschroef geplaatst. En waarom hebben ze dat nou gedaan? Dit mechaniek hier is redelijk kwetsbaar. En als het een beetje open staat, dan kan je eigenlijk je lage register er bijna niet meer uitkrijgen. En op deze manier kan je even met een schroefje, mocht het openstaan, kan je het even aanduwen. En dan kan je later naar een reparateur in plaats van dat je meteen naar een reparateur moet. Dus dat is echt heel fijn. Ook hier bij de pampjes hebben ze de vorm van veranderd. Op deze manier is het wat fijner wisselen tussen de verschillende pampjes. En je voelt wat minder de rand van de klep. Dus dat is wat fijner voor je vingers. Wat ik heel mooi vind, is dat ze de karakteristieke zijvies hebben gebruikt van de oudere instrumenten en van de Reference. De Reference heeft ook deze. En dat vind ik heel mooi. Bij de lage S en de lage C-klep hebben ze de vorm wat veranderd en hij voelt wat meer in balans. De hoogte is wat makkelijker te pakken als je van de S naar de lage C wil of andersom. Dus dat hoogteverschil is wat gereduceerd. Dus dat is heel, heel fijn. En ze hebben hier en daar wat gewicht proberen te besparen. En dat hebben ze met name gedaan door de beugels van bijvoorbeeld de Best en de B-klep. Die hebben ze heel erg open gelaten.
En dat zorgt dan weer voor minder metaal en dat is minder gewicht. En dat hebben ze hier gedaan bij de lage C-klep, bij de lage S-klep, bij de zijfies aan de achterkant en bij deze beugel van het lage, register hebben ze dat ook gedaan. Dat zijn eigenlijk de main elementen. Er is natuurlijk nog veel meer. Ze hebben aan de buis hebben ze ook de dimensies veranderd. Ze hebben een bepaalde techniek ontwikkeld. Samer heeft een bepaalde techniek ontwikkeld. Waarin ze veel consistentere saxofoons kunnen produceren met 3D-techniek en dat soort dingen. Toen ik deze ging uitzoeken heb ik er 4 geprobeerd. 4 verschillende Supremes. En eigenlijk waren ze alle 4 hetzelfde. Ik heb deze gekozen omdat ik deze... Ik weet niet, het gevoel met deze was even wat sterker of zo. Maar qua klank en qua flexibiliteit en qua speelplezier en speelcomfort was het eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus dat hebben ze echt heel goed gedaan, Samer. Ik ga even een stukje voor jullie spelen, zodat jullie kunnen horen hoe die klinkt. Zoals je hoort is hij super flexibel. Je kan ontzettend powerful en krachtig erop spelen. En je kan ook super zachtjes en rond erop spelen. Ik vind dit echt een ontzettend goede toevoeging aan de huidige lijn van Samer. Het is echt op zichzelf staand instrument. Het is niet te vergelijken met de andere modellen die ze op dit moment hebben. En laat jezelf gewoon verrassen en probeer hem even uit bij een saxofoonwinkel. En je zult verbaasd zijn hoe ontzettend fijn dit instrument speelt en klinkt. En ik ben er echt verliefd op. Deze gaat voorlopig niet meer.